Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Dag, welkom. Thomas. Het gaat ook op deze plek heel vaak over Oekraïne. En met reden. Ook omdat Zelensky toch maar weer eens heeft aangegeven. Die oorlog. Nou ja, 1 juni hoeven we het überhaupt niet over te hebben. Dat gaat nog heel lang duren. Ja, en dus kondigt hij weer een nieuwe staat van beleg af. De huidige krijgswet die loopt op 20 mei af. Die wordt verlengd. Ik heb nog niet gezien, nog niet gelezen in de wetten voor hoeveel maanden. Dat zal denk ik weer met een kwartaal erbij zijn. En dat betekent ook dat de algemene mobilisatie doorgaat in de Oekraïne. Dus mannen tussen de 18 en 60 jaar, die worden niet allemaal opgeroepen, maar die mogen Oekraïne al 15 maanden niet verlaten. En dat is hier vaak een bericht in de krant, of wordt een reportage over gemaakt. Jij was niet zo lang geleden in Oekraïne. Heb daar ook gesproken met mannen die onder die mobilisatieplicht vallen. Mannen van onze leeftijd zo ongeveer. Ja. Wat doet dat met mannen, mensen in Oekraïne? Ja, toch meer dan je denkt. Aan de ene kant heb je natuurlijk de ontwrichting van een samenleving. Demografisch gezien zijn er al meer vrouwen in Oekraïne dan mannen. En dat wordt alleen maar, dat gat wordt groter. Want we hebben het al over zo'n waarschijnlijk tussen de 100 en 120.000 doden en gewonden aan de Oekraïnse kant. Dat is een getal dat rondgaat. Mannen vluchten door die horrorverhalen uit de loopgraven. Anderen hebben koffers klaarstaan omdat ze weten dat het moment kan komen van die mobilisatie. Weer anderen hebben een vitaal beroep in de politiek of in de IT en worden dus niet zomaar opgeroepen. Maar ik heb ook vrienden van wie vrouw en kind bijvoorbeeld dan net de grens over zijn gegaan naar Polen, maar daar kunnen zij niet naartoe. Je ziet heel veel grensverkeer, ook de laatste maanden nog. Het zijn niet alleen mensen die vluchten, maar ook vrouwen en kinderen die even heen en weer gaan om de man te zien en dan weer teruggaan. Maar wat je weet is dus, het kan gebeuren. Ik mag Oekraïne niet uit, maar je weet niet of jij wordt opgeroepen. Dat klopt. Je moet er rekening mee houden. Ja, daar moet je rekening mee houden, ja. We gaan naar ook nieuws uit Oekraïne. Dit weekend kwam een documentaire serie uit met onder andere een uitgebreid interview met Zelensky. En hij kreeg daar een belangrijke vraag voorgelegd die je op verschillende manieren kunt beantwoorden. De vraag luidde, wat is winnen? Ja. Wat was zijn antwoord? Simpele vraag. Moeilijk antwoord. Ja, precies. Hoe hoog over wil je het formuleren? Waar kwam hij op uit? Nou, natuurlijk een aantal open deuren. Het recht moet zegevieren. Dus iedereen die misdadig is, die moet voor een internationaal strafhof of tribunaal verschijnen. We moeten al onze gebieden weer terugkrijgen. Oekraïne is een soevereine staat. Wat ik belangrijk vond, was dat hij aangaf dat Oekraïne na deze oorlog het best beveiligde land van de wereld moet worden. En een veiligheidsgarantie dan krijgt van machtige landen die Oekraïne kan vertrouwen. Dus een garantie die ook nog eens ondertekend wordt. En dan heb je het dus niet over Rusland en waarschijnlijk ook niet over China, maar de westerse partners die je nu ook al kent van binnen de NAVO. En Zelensky die zei ook in die documentaire die ik dan gisteren heb gezien, of dat dan in NAVO-verband is, die veiligheidsgarantie, dat maakt mij niet zoveel uit. En dat is een belangrijke uitspraak om te onthouden in aanloop naar de NAVO-top in Litouwen deze zomer. Want ik sprak 2 weken terug de president van Litouwen. Die was even in Nederland, in Den Haag. En die vroeg ik ook naar de verwachtingen van of Oekraïne in juli daadwerkelijk bij de NAVO komt of niet. I am not talking about the membership of Ukraine right now, but I am talking about time schedule or some algorithms or at least some political signals to Ukraine, because the expectations are there. No need to repeat those old formulas about open doors of NATO, because we are losing credibility by repeating the same wording and not taking the steps forward. Ja, daarna ging hij naar Mark Rutte, dus ik was het voorprogramma van president Noseda, die dus eigenlijk aangeeft, we hebben al zo vaak gezegd, maak Oekraïne lid, maar een heleboel landen willen dat toch niet, dus dan maar op zoek naar een andere manier. En dat is denk ik ook waarom Zelensky zegt, dan maar een veiligheidsgarantie van een soort coalition of the willing, in welke vorm dan ook. Ja, van voorprogramma naar toegift, niet onbelangrijk om even te vermelden, als je hier nou meer over wil weten of van wil horen, luister naar de Perestrojkast, toch? Ja, met alles over Litouwers. Ik zeg het toch nog maar even. Maar wat is nu het Oekraïense standpunt? Want de stafchef van Zelensky, vandaag nog in NRC, doe het nou maar, aarzel niet, NAVO, permitteer ons lid te worden. Je bent stom als je dat niet doet. Ja. En het zou op de lange termijn misschien aantrekkelijk zijn. Laat ik het zo zeggen, Oekraïne zal makkelijk aan die 2%-norm voldoen als je kijkt naar wat ze nu in defensie stoppen. Het komt er denk ik op neer wat die chefstaf van Zelensky zegt, is presenteer een duidelijke route naar NAVO-lidmaatschap. Dus
vermeld op die NAVO-top in juli in Litouwen in ieder geval wat de route is richting dat lidmaatschap. En wat dat betreft zegt hij hetzelfde als zijn baas. Ook regel concrete veiligheidsgaranties voor de tussentijd. Heeft hij ook kort gesloten met voormalig secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen. Voeg ik nog wel even aan toe, dat is weer de voormalige adviseur van de vorige Oekraïnse president, ook Poroshenko. Dus die kent de weg van Kiev naar Brussel. Lang verhaal kort, er zijn verschillende manieren om over winnen na te denken, maar ook verschillende manieren om te kijken naar veiligheidsgaranties. En dat is een gesprek dat we de komende maanden in aanloop naar die NAVO-top en in veel nieuws zelf zullen gaan voeren. Maar jij vond het een makkelijke vraag. Wat is winnen? Dus ik kan hem aan jou wel stellen. Wat is dan winnen? Een oud-generaal zei in Kiev tegen mij, je moet de ways and the means duidelijk hebben. Dus als je een bepaald doel hebt, dan moet je daar ook de middelen voor gaan bieden. Dus wil je dat Oekraïne wint, moet je ze ook alle middelen geven. Dat doen we op dit moment niet. Niet? Ik dacht van Stoltenberg te horen dat munitie zo ongeveer wel op peil was en dat er steeds meer wapens richting Oekraïne kwamen. Dat is allemaal politiek gelaten. Wat de NAVO-landen, niet de NAVO, wat de NAVO-landen beloven aan Oekraïne, dat leveren ze. Maar Oekraïne wil meer dan wat de landen beloven. Je kunt er dus inderdaad heel lang over praten. Geert-Jan Haan, donderdag weer. Tot dan. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.